wat opvalt bij het jaarverslag over dus 2015, dat eigenlijk twee dingen worden gezegd. Eén is, er is geen oordeel over getrouwheid en er is geen geschikte en controleinformatie. Dus geen geschikte informatie en ook geen controleinformatie. En dat is heel ernstig, vooral als je weet ook voor de consumenten, voor de luisteraars, voor de accountants, voor de economen, dat je vier soorten van die accountantscontrole hebt, of beter gezegd verklaringen hebt, controleverklaringen. Een goedkeurende accountantsverklaring, een accountantsverklaring met een beperking, een accountantsverklaring met oordeelonthouding en een afkeurende accountantsverklaring. En deze is nummer 3, een accountantsverklaring met een oordeelonthouding. Dat wil zeggen dat er zoveel onzekerheden erin zitten, zoveel bedenkingen op het gebied van verantwoording, zoveel zaken die in feite om antwoord vragen, dat je dus je zou kunnen afvragen van wat heeft men kunnen vrezen in 2015? Was het krimp? Was het diefstal? Was het corruptie? Was men bang voor vernieuwing? Er was sprake van een krimpende economie. Waarom heeft men de toenmalige governor Gersi tegengehouden om zijn werk naar behoren te kunnen doen? De enige boodschap die ik heb vandaag voor wat betreft deze oordeelsonthouding is foei. Foei is de enige boodschap, omdat de oordeelsonthouding zoals nu gepubliceerd is en helemaal niet op konto van deze regering, die regering van 2015, dat geef je aan dat de centrale bank als gevolg van die oordeelsonthouding een probleemonderneming was, is, bijna wil ik zeggen is, en dat die accountantscontrole, ook al zou je dat uitvoeren, dat het geen enkele waarde heeft. Dus nogmaals, een probleemonderneming en een accountantscontrole welke geen waarde heeft. Maar er sprake van Suriname, monetair en een financiële catastrofe. De rest van het verhaal weten we. Er was dus een publicatieverbod. Maar het is van belang om verder te kijken naar 2015. Niet alleen om dat af te sluiten, om te gaan naar 16, 17, 18, 19, etc. Omdat accountantsverklaring een wettelijke vereiste is. En het moet gepubliceerd worden. En vanaf 2014 is het niet meer gepubliceerd. Ik ben blij dat we een kentering hebben gekregen dat de voormalige governor van de centrale bank, Glenn Gersi, aan de pers had gezegd. Ik dacht exclusief aan ABC, van dat het verboden was om de jaarverslagen openbaar te maken. Dat het regelrecht in opdracht kwam van de toenmalige minister van Financiën, hoofdraad met instemming van de toenmalige president. En Gersi zei ook daarbij van dat hoofdraad in 2015 zich schuldig heeft gemaakt aan monetaire financiering, hetgeen in strijd is met de bankwet. Dus met deze publicatie zien we dat het bevestigd wordt dat men zich schuldig heeft gemaakt met de regels van monetaire financiering, dat men in strijd heeft gehandeld met de bankwet en dat daarom de publicatie van de verslagen geen voortgang konden vinden. En ik zei daarbij, er zijn specifieke passages in de publicatie, met name dacht ik, pagina 111, we moeten kijken, eigenlijk 108, waar precies wordt aangegeven dat het een moeilijke vraagstuk zou worden voor de governors na de heer Gersi en Van Trik. Nou, één is spoorloos, de andere zit in de gevangenis, de andere is daarna dus Gersi daartussenin ontslagen en de nieuwe governor moet dus alle puin gaan opruimen. Kortom, mijn advies dat voor we gaan naar jaarrekening 2016, 17, 18, 19, 20... of de publicatie ervan, dat de president van de Republiek Suriname, met mijn advies, de heer Jan Santokki, zelf een bezoek moet brengen naar de Centrale Bank van Suriname om de mensen moed, inspiratie en kracht toe te wensen.